Ja, wij van Delta komen alleen maar op leuke plekken eigenlijk. En waar zijn wij nu aangekomen? Op de Willybollenschool. In? Vroomshoop. Vroomshoop. Nou, de school heeft contact met onze redactie opgenomen. In name de E-Race. Race? Ja, E-Race. E-Race Race. En wij waren zo benieuwd en de kinderen waren zo enthousiast. En hun vraag was aan ons of wij wilden komen kijken. En ja, wie zijn wij om dat af te slaan natuurlijk. Dus wij voelen ons enorm verwelkomd door deze grote groep kanjers. Jongens! Hey! Welkom bij de Willy Brothers. School. Nou, de leerlingen achter dit project hebben op dit moment hier les. Dus ik mag dus de rest niet storen. Maar we gaan gewoon eens even een kijkje nemen bij deze dames en heren. De knappe koppen van de Willy Brothers School in Vroomshoop. Goedemorgen, jongens en meisjes. Jullie zijn het team dat schuil gaat achter de E-Race Race, nietwaar? Ja. Dus ik zit hier goed? Ja. Top. Oké, jongens, jullie gaan mij dadelijk het een en ander uitleggen over de E-Race Race. De gedachten erachter. Maar ik vraag me één ding af. Waarom is het volgens jullie zo belangrijk dat afgedankt elektronica bij de mensen wordt ingezameld? Wie? Ik zag jouw vinger en ik vraag me af, wat is jouw antwoord? Nou, omdat eigenlijk als we niet hier inzamelen, gaat het naar allemaal landen in Afrika en dan gaan ze daar verbranden. En dat is slecht voor het klimaat en is ook slecht voor hun, want hun dragen eigenlijk gewoon niet. Hun gaan gewoon met t-shirts en broeken gewoon daar werken, niet zonder handschoenen of zo. Dus dat is ook wel gevaarlijk voor hun. Dus daar zijn eigenlijk de omstandigheden eigenlijk veel slechter dan hier. Ja, dus dan kun je beter hier recyclen dan daar. En Marleen, jij bent de leerkracht van deze groep toppers. Ja. Wat gaan wij zo zien? Wat wij normaal altijd doen is eerst alle spullen hier verzamelen. En we hebben 5 categorieën. Dat zijn oude mobiele telefoons, klein afval, monitoren, computers. Dat moet allemaal uitgesorteerd worden en dat doen we eigenlijk met de kinderen samen. En dan gaan we tellen hoeveel we voor alles hebben. En dat één iemand heeft de grootboek meegenomen, dan gaan we invoeren op die site. En dan wordt het nog één keer door iemand nageteld en dan mag het in de afvalbakken. En dan krijgen we de punten erbij. Interessant, want jullie zijn dus best wel een school die goed betrokken is bij duurzaamheid. Ja, dat klopt. Ja. Dit is een van de projecten wat we nu dus hebben aangegrepen om mee te doen. Maar wat je ook ziet is dat de rest van de school eigenlijk ook heel actief is. Want andere klassen helpen ons ook heel goed met inzamelen. Nou, de jongeren zijn druk aan de gang gegaan en wij gaan ons eventjes voegen aan het gezelschap. Hoi jongens! Hoi! Wat een hoop spullen hier. Ja, ja. En dit is wat jullie tot nu toe allemaal hebben ingezameld? Ja, we hebben ook nog wel wat meer, want in de container zit ook wel. En we hebben het ook al voor mij 3 keer geleegd, ook al alle containers. Nou, hoeveel mobieltjes hebben wij geteld? 8 mobieltjes. Okay. En wat is de reden dat we ze moeten tellen nu? Omdat als je het gewoon indoet, omdat dat gaat voor de punten. Bijvoorbeeld een mobieltje per is volgens mij 30 punten, dacht ik. En dus als je er 8 hebt, heb je dan. Dus dan moet je dat een keer 8 doen. Dat is 240 punten heb je dan. Ik zie jou hier met een display staan. Ja. Jij bent de man van de cijfers? Ja. De administratie? Ja, wel een beetje. Jij moet alles invoeren wat de dames en de heren tellen hier? Moet niet, ja. Dat is echt niet gewoon, vandaag ben ik daar aan de beurt. Morgen kan iemand anders het doen bijvoorbeeld. Dus het is niet echt vast. Nee, maar het is wel een hele belangrijke taak heb ik het idee. Want een telfout van jou? Ja, als ik een telfout heb, krijgen we eigenlijk strafpunten eigenlijk. Dus telfout moet ik echt niet maken. Nou Marleen, de kinderen hebben mij iets verteld over de telling van de spullen. De reden waarom het wordt ingezameld, de manier waarop het verwerkt wordt. En ik hoorde net iets over bonuspunten, nou dat heb ik ook allemaal uitgelegd gekregen. En nu verwijzen ze mij door naar jou, want nu ben jij degene die verantwoordelijk is voor het legen van die bakken.
Dat klopt. Ik heb hier een nummer van de gemeente Twenterand. En nou, daar bel ik hun straks. En eigenlijk zijn ze er altijd binnen een half uurtje. En dan moeten we even de kinderen moeten helpen om alle 5 de bakken weer leeg te maken. Zodat we ook de laatste dagen nog flink kunnen verzamelen. En al die spullen die hier nou eenmaal straks allemaal liggen uitgestald. Wat gaan jullie hier nou mee doen straks? Die gaan we dan aanmelden op de laptop en dan gooien we die allemaal in die containers. En als die weer vol zitten, dan gaat juffrouw weer iemand bellen en die gaat ze dan allemaal weer leeg. Hoe lang loopt dit project nu? Het is nu ongeveer 3,5 week bezig en we hebben dus nu nog een halve week. En we gaan met één school, nou, wisselen we elke keer. De ene, dan staan wij bovenaan, dan staat zij bovenaan. Dus nu moeten we echt even met elkaar nog de laatste dingen bij elkaar spokkelen, want de kinderen willen heel graag winnen. Ja, want het is een e-race race, maar het is ook letterlijk een race. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel heel leuk, een soort wedstrijdje ervan te maken. Wat konden jullie nu winnen? Als wij winnen, dan gaan we op schoolreisje naar OIFO in Hengelo. Dat is een techniekmuseum. Daar gaan we voor, toch? Daar gaan we zeker voor, ja. Ik zie een overwinning aan de horizon staan voor jullie. Ja, ik zie het nog niet helemaal. Op dit moment staan we tweede. Dus we moeten nog wel even flink aan de bak deze week. Maar na deze uitzending komt het misschien wel goed. Dat absoluut, ja. Alle kijkers dus, inzamelen. Ja, je kunt het deze week nog brengen bij de Willy Broddenschool. Of de kinderen komen het ophalen. Zo, ik sta hier een beetje verdekt opgesteld. Ik hoorde jou net iets zeggen. Ja, nu hoor jij ook bij de groep. Ja, nu hoor ik dus ook bij de groep. Hey, jongens, ik vond het hartstikke tof wat jullie ons hebben laten zien. Dat jullie ons hebben uitgenodigd om hier naartoe te komen. Jullie staan op dit moment tweede. Of jullie tweede blijven, of jullie misschien eerste worden. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar één ding zijn jullie al in mijn ogen. Echte toppers, jongens. En nog één keer in de camera naar alle papa's en mama's. Yeah!